Marinus, vooraf hadden we het over het programma. Moet ook een beetje meezitten in het begin. Nou, dan zie je tweede wedstrijd Ajax. Niet de allermakkelijkste tegenstander. 2-2. Nee, dat weet je. Maar het is wel... Vaak ook met deze ploegen. Welk moment tref je? We hebben ze voorjaar getroffen in de arena. Toen hadden ze net 2 keer verloren. Dan weet je, alles staat op scherp. Succes vandaag. En vandaag weet je, het zat nog niet lekker in. Een hoop onrust daar. Een hoop aankopen. Spelers weg. Ze spelen hier niet graag op kunstgras. Zeker niet rond deze tijd. Dus dan heb je wel van tevoren iets van, als je een kansje hebt, is het misschien vandaag wel. Nou, dat kwam uit. Ja, maar dan kijken we vooral naar Ajax, maar we begonnen zelf ook gewoon goed. Ja, we kwamen goed. We hebben gezegd, is 10 minuten wel gelijk laten zien dat we echt serieus tegenstanders zijn vandaag. Ja, dat deden we goed. Gelijk wat corners afgedwongen, wat lef aan de bal, wat hoogpres. En als Laza die eerste bal goed raakt, die volley. Ja, dat was precies. Ja. Dat was een aardige kans. Ja. Dus daarom kwam daar de 0-1 een beetje uit niks. Ja, een foutje van ons of van Serra. Nou, ook dat hoort erbij op dit niveau. Wordt het natuurlijk afgestraft. Maar we bleven er goed in en ja, dat momentum net voor rust, dat is natuurlijk lekker. Als je de rust in gaat met 1-1, dan is iedereen positief in de rust. Ja, het zou kunnen na zo'n foutje dat de ploeg even inzakt of daarvan schrikt, maar dat was ook niet echt het geval. Maar we hebben een sterk team qua gewoon ook met elkaar. En we zijn een platform van jonge gasten die fouten mogen en soms moeten maken. En dan gebeurt dat. Een goede les voor hem. En weer door. Dus dat kent Serrano hartstikke goed. Is mentaal hartstikke sterk. Dus vervelend, maar goede les. En wat een heerlijke goal ook, die 1-1. Die tweede was mooi. Ja, dat was wel eentje die we geanalyseerd hadden en over gehad hadden. En zo kreeg ze eigenlijk ook een beetje een goal tegen in de voorbereiding. Dus die hadden we geanalyseerd. Op een bepaalde manier druk te zetten, de buitenkant dicht te zetten en de bal naar de as te lokken. Ja, dat Nick hem zo afmaakt, dat hadden we niet bedacht. Maar dat was heel mooi. Ja, maar de eerste goal was ook al heel vrij voetballend. Ja, die eerste goal was natuurlijk geweldig. Geweldige creativiteit van Arthur. Centraal, bal naar de zijkant. En dan is het wel mooi dat je en je linksback en je rechtsback betrokken zijn bij een aanval, bij een goal. En dat is ook wat we ook af en toe hebben gezegd. We willen wat meer afdwingen dit seizoen, aanvallend ook. Nou, dat was daar een geweldig voorbeeld van. Nou, dan komt er nog een vervelende gelijkmaker waarbij Suhaib eigenlijk op de grond ligt. Ja, dat zijn lastige dingen natuurlijk. Hè. De regel is scheidsrechter bepaald. Dus ik kan me iets voorstellen als je als Ajax zijn en je staat 2-8, dat je doorvoetbalt. Daar heb ik niet zoveel problemen mee. Dat is aan de scheidsrechter en helaas viel een goal uit. En dan wordt het spannend, maar dan trek je hem toch over de streep. Het was natuurlijk heel spannend en we moesten alles erbij zetten. We hadden eigenlijk geen middenveld op de bank, dus we ook een beetje creatief wisselen. En naar 5 gegaan. Met z'n allen toch een puntje over de streep kunnen trekken. Dus dat is weer voor het moraal erg goed. Ja, de ploeg moest wel diep gaan. Ja, nee, ze waren helemaal kapot. Warmte. Tweede helft toch een beetje boven hun macht natuurlijk. Want Ajax brengt allerlei kwaliteit vanaf de bank ook nog. Dus het was volle bak in alles. Ja, en als Julian Basel moe is, dan weet ik genoeg. Dus dat geeft ook weer een stukje inhoud deze wedstrijd. Ja, ik hoop dat de blessure met Zoom meevalt, want dat is even afwachten. Maar mooi start. Op naar Fortuna. Gelukkig thuis.